40-71 tevoorschijn komt en een nieuw persoonlijk record, dan zegt dat wel wat. Hier staat de absolute favoriete van deze afstand, Christa Rothenburger. Haar tegenstander kan het ook heel goed overigens, Seiko Hashimoto uit Japan. Maar Rothenburger is op papier de sterkste en ongetwijfeld ook op ijs. Ze verdedigt de Olympische titel die ze 4 jaar geleden in Sarajevo op deze afstand won. Ook toen was zij de snelste. En onlangs werd ze nog weer wereldkampioene in het sprinttoernooi in West Ellis. Kortom, ook Rothenburger beschikt over de juiste vorm. En als dat alles nog niet genoeg is, zij ook is houdster van het wereldrecord. Met die tijd, ik vertelde het u, van 39.39. Hashimoto 40.16 als beste tijd. In één keer goed weg. Snelle start van de Japanse met die korte slag. Maar Rothenburger gaat natuurlijk met 1 op schaatsen over. En die zal nu een tijd neer moeten zetten naar de eerste 100 meter. Waar we u tegen zeggen. Daar staat hij. 10.57. Ongelooflijk. Dat is nog 500 te sneller. Als toen ze een tijd terug hier in Calgary dat wereldrecord van 39.39 reed. Voortreffelijke opening weer van deze Rothenburger. Die er zeer op gebrand is. Dat is uit alle interviews die met haar gemaakt zijn gebleken. Opnieuw hier de gouden plak op de 500 meter binnen te halen, nadat ze dat 4 jaar geleden in Sarajevo ook deed. Hashimoto, een beetje ruim, maar toch wel goed uit die binnenbocht. Blijft redelijk bij, die gaat ook een goede tijd maken. Maar hier is Rothenburger in een nieuw wereldrecord, 39.12. De eerste vrouw die ooit onder de 40 seconden reed op deze afstand en die nu opnieuw een verbetering laat zien van het wereldrecord. Terwijl de 39.74 van Hashimoto natuurlijk ook een tijd is om echt u tegen te zeggen. Een nieuw persoonlijk en een nieuw nationaal Japans record. Maar dit is de absolute verdette van de 500 meter. Christa Rothenburger, die met die geweldige erelijst die ze in de loop van haar schaatscarrière al heeft opgebouwd, opnieuw een zeer serieuze gooi doet naar Olympisch goud. Want wie moet 39.12 nog verbeteren?